mooie zaal is dit. Goed, goed licht. Licht is echt belangrijk. Niet alleen in theater, ook thuis. Sfeerlampje met een foto. Ringlight, want oneffenheden. Licht is alles. Maar wat, daar gaat iets mis. Dit is een gevalletje heel goede grap. Helemaal uit zijn voegen. Of iets met doorgezakte poten en we komen terug met een schroevendraaier. Dat ziet er heel komisch uit. Hoeveel mensen passen hier in 800? Nog wat? Dit is ook de zaal waar ik in juni sta. Ik zou hier eerder staan. Volgens mij was dat... Ja, Amersfoort was een van de voorstellingen die verzet is. Omdat we een maand later zijn begonnen door We All Know What Happened with the Little Harley Baby. En ik vandaag en ik ga morgen hier repeteren met mijn regisseurs om lekker in het materiaal te komen. Lekker in het gevoel te komen. De loop op het podium weer even te voelen. En straks staan natuurlijk al je decorstukken hier uitgestald. Dus nu voelt het aan als één grote ruimte. Maar straks is het natuurlijk helemaal opgevuld. En we nu het decor. Ik ben zo benieuwd hoe jullie deze voorstelling gaan vinden weer. Ik heb naar mijn materiaal gekeken de afgelopen dagen. En ik durf gewoon hardop te zeggen dat ik trots ben. Ik zeg, ik ben heel erg, weet je, ik maak overal een grapje van. En ik ben snel zo van, ja joh, doe me even. Maar het is niet even. En je hele ziel en zaligheid zit in zo'n voorstelling. Het is niet even een videootje op Insta van 60 seconden, 30 seconden. Dit is echt 90 minuten aan materiaal wat rechtstreeks uit je hart komt. Het is oprecht het allermooiste, het blijft echt het allermooiste wat er is. Theater. Echt waar, jongens. Oftewel, ik heb ontelbaar veel shows op de planning staan. Get your tickets. Kom kijken. Kom genieten. Want ik ga een beetje huid laten zien. Ja. Mijn outfit is sexy. En niet het seks zelfs. Want het kaartje is al verkocht dan. Maar dan kan je ze in ieder geval belonen, toch? Met een beetje... No. Dat je thuis komt. Dat je eigenlijk nog eventjes je script een paar keer door wil lezen. Omdat je weet zodra je je voet zet binnen het huis. Er zijn er gewoon te veel prikkels. Dan raak je gewoon afgeleid. Maar ik heb ook heel erg zin om Novi te zien. Want sindsdien is hij helemaal into me. Helemaal. Hij is into zichzelf. Maar roept helemaal mijn naam en zo. Niet like in voor en achter. Maar gewoon mama. Het was eerst altijd gewoon maar iets. Hey! En nu is mama. En ik kan je zeggen, dat doet een moederhart echt sneller kloppen. Echt waar. Ook al weet je dat inmiddels het kind gewoon een beetje, toch, Loki, gewoon skitta heeft aan je. Denk je van, zo is hij gewoon een leuk ventje. Maar eerlijk, het is echt leuk als hij enthousiast raakt van je. Want je denkt gewoon, ik heb het leven geschonken. Iets meer waarderen zou fijn zijn, ja? Novi! Oh mijn god, ik schrok me dood. Oh, waarom? Oh, je dacht... Hij... Mama! Hey, jongen, hoe gaat het? Mama! Hi! Hij lijkt op mama! Hi, jongen, hoe is het nou? Mama! Oh ja! Gaat goed, hè? Jay! Oh ja, Frankie. Denkt u dat het Frankie is? Ja, is het dikke... Nee. Deken! Oh, Deken. Dat is het. Oké. Okay. Wow! Magic! Wauw! Zo lekker, eucalyptus. Hey. Ja, met voeten willen ook bellen. Ding-a-ling-a-ling, dat is de microfoon. Yo, blijf staan. Ik moet je vasthouden, blijf staan. Niet vallen. Ja, jullie zien het goed. Dus een klein laagje water, dat betekent dus ik... Ja, mijn doos zit net onder de spiegel van het water. Voor de rest heb ik een beetje koud bij mijn schouders, maar... Alles voor je kind en ook de gasprijzen. Crazy! Lukt dat? Ja. Oh, fijn. Zit er maar in. Je kan het. Oeh, wat goed van jou. Ja, bijna. Almost. Ja, zit ie? Ja. Nou, een talent ben jij. Hoeft niet. Oh, wacht. Ken je dat?
Trek je dit van de muur? Zo is hij goed hoor. Mijn eigen huisbouw kost een geld. We hoeven niet dingen stuk te maken bij oma. Het is allemaal dubbele bonnetjes waar ik zin in. Voorbereiding is key, hè? Wel echt. Wat morgenochtend vroeg opstaan. Morgenochtend vroeg. 6:50 in de wekker. Ja. Als je dan vroeg in de gym wilt staan, dan moet je gewoon liever niet in de ochtend nog je tas zitten inpakken. Nee, zeker niet. Dat is echt geweldig. Aangezien je dochter nu uitslaapt. Dus doe me dat niet aan. Maar echt. Ze vandaag had ze uitgeslapen, hè? 8 uur. Lekker, hè? Ja, dat is echt lekker. Kijk jongens, Jennifer heeft met dit pakje cadeau, of ons. Het is toch een te schattig pakje. Kijk, deze jurk. Nee, deze heb ik zelf gehaald, maar deze heeft Jennifer gehaald. Maar deze is ook nieuw. Nee, dit is ook cute. Nee. Dan laat ik dit ook even gegeven. Joh, dat heb ik toch al lang uitvoerig laten zien aan de mensen. Niet normaal. Het is not normal. Daarom had Frenkie toch een luchtje gegeven aan haar. Te cute, ja. Hij kwam eens op kantoor, toen zag hij een luchtje en zei hij, neem hem mee voor Nathalie. Dat hij altijd dat zo lief is voor ons. Dus dat is wel heel schattig, hè. Heren, ik heb een plan. Oh, ja. Jij gaat het een beetje harden. Ik laat het groeien. Ja, daar kijk ik van gek op, hè. Kijk, we weten allemaal, dat weet jij niet, maar voor mensen die kijken, hormonen doen heel veel met je haar. Hormonen. Dus als je zwanger raakt, krijg je mooi voor de bos. En dan ga je daar aan bevallen, valt alles weer uit. Maar ook als je ouder wordt, dan wordt je haar gewoon dunner. En als ik kijk naar mijn moeder. Ik praat ook niet hard, hè. Misschien klinkt het hard in je oren. Maar mijn moeder, de haar is ook echt flink uitgedund. In de loop der jaren. Eigenlijk zou je op zoek moeten gaan. Dan moet je zo'n test laten doen, toch? Welke mineralen heb jij nodig? Dus eigenlijk moet ik dat gaan doen. En ik ga alles proberen. Om dit haar te laten groeien. Want ik zeg de hele tijd, het zit er niet in. Maar misschien zit het er wel in als ik echt mijn best doe. Want ik keek terug, dan wist je nog verliefd op jou. Het liedje. Weet je hoe lang mijn haar daar is in die clip? Lang? Maar ik kan het maar jezus, het is echt Kim Kardashian gewoon lang. En toen keek ik en dacht ik, dus ik had ooit wel. Ja, maar toen vond je wel te knippen, want dat was niet meer mooi, zei je toen. Nee, ik denk dat het kwam door ook te blonderen. Dat is ook niet heel goed voor je haar. Dus, nee. Je wilde gewoon hip en elke keer weer iets anders. Ik zeg al jaren dat mijn haar kort is, omdat ik het niet zo mooi vind als het zo flassig is. Dat is toch niet mooi, flassig haar? Weet je wat flassig haar is? Nou, dat is niet mooi. Nee, is niet mooi. Nee, dus dat. Maar ik heb niet het idee dat jij een flassig haar had. Dat de keel. Weet je wat het mooie is? Dat vind ik ook van de mensen die, niet allemaal hoor. Had ik dat dunne, flassig haar, Nienke, het is echt een beetje te dun hoor. Je kijkt er zo doorheen. Heb ik het kort, Nienke, je moet het langer doen, staat je mooier. Het is ook nooit goed, maar ik weet wel dat mijn haar te dun was. Ik kan het zo opzoeken en de foto's ervan laten zien en zag er niet uit. Gaatkaas. Maar doe jij je haar op basis van wat mensen vinden of doe jij haar op basis van jezelf? Nee, wat ik zelf vind. Kijk, dat er commentaar op. Ik bedoel, ik heb het geknipt en mensen zeggen je moet het laten groeien. Dus dat doe ik niet. Daaraan, omdat ik vind de kwaliteit. Oh mijn god. Het slaat echt licht. Oké. Okay. Ja. Jeetje, we kunnen eens meer praten in de avond. Hij bepaalt alles. Jezus man, bij de hand. In 3, 2, 1. We moeten nu het hekje ook dicht doen. Want meneer is gisterochtend zelf uit zijn bed geklommen. Zelf uit zijn bed. Dat betekent dus. He's a danger for himself. If he does not, think clearly. Want dan is hij in zijn eentje eruit. En dan denk ik, oh nee, wat gaat hij dan doen? Nou ja, stel hij is in zijn eentje eruit. Dan doet hij de deur open. Dan hoor je, want dat gaat nog zo, toch? Dat handje gaat echt zo. Zo helemaal zo zoeken en dan heel hard. Dus ik ga het wel horen. Maar dan denk ik, dit is ook. Frenkie bleef gewoon in bed liggen. Bleef gewoon in zitten. Deze, die is gewoon op. Die denkt gewoon, jongens. Ik ben wakker, de zon schijnt, ik hoor de vogels fluiten. Let's get it. Een productieve dag in Amersfoort, in het theater. Waar trouwens, dat is wel even leuk om te benoemen. Het theater in Amersfoort heeft echt een heel leuk programma voor kids.
zal sowieso even een linkje van het theater even onderin plaatsen. Ik speel hier in juni. Bij mijn hoofd 16 juni. Maar ik zag allemaal die kindjes gisteren, omdat het natuurlijk schoolvakantie is. Ja, die willen ook natuurlijk even erop uit, hè. Dus het zijn natuurlijk matinee-voorstellingen. Dat zijn overdag. Dat is echt leuk om te doen. Met je, of je nou zelf kinderen hebt, of een neefje, of een buurjongetje, of whatever. Is het wel eventjes het kijken waard. Zo, so check that out. Ik zag ook een vraagje. Want de avond valt nu en het wordt donker. En ik had jullie nog een verhaal te goed. Een ervaring te goed. Waarom ik toch een soort van knauw heb overgehouden aan het feit dat ik... Ja, spannend kan vinden als de zon zakt achter de planeet. Dat is toch wat er gebeurt? De zon zakt zo laag. Dat, ja, nou, maakt ook niet uit. Ik ben er niet om die informatie te verstrekken. Het verhaal, want de kijkersvraag luidde als volgt: wil je dat nog een keertje met ons delen? So, here we go, go. Het ging namelijk om een avond dat ik thuis kwam bij Henna. Toen wij daar woonden, omdat wij aan het sparen waren voor ons eerste koophuis. Grappig, hè? Hoe dat zoveel jaren geleden al een keer eerder heeft plaatsgevonden. Res en ik terug naar het nest van zijn moeder, dan weliswaar. En ik werkte toen, volgens mij, nou, ik weet niet. Volgens mij bij Pandora in Amsterdam, in de Leidsestraat. Met die bedels, weet je wel. Deze heb ik van mijn kind gekregen toen ik 16 was. Nou, dat. En ik weet nog heel goed, ik liep op deze dijk. En toen waren er beduidend minder lantaarnpalen dan die er nu staan. En aan het begin van die dijk loop ik richting het huis van Henna. En een jonge man kruist mij. Ik weet dat hij kort was, had een snorretje. En op het moment dat ik hem precies hier kruis, we staan allebei op dezelfde lijn. Zegt hij, kankerbitch. Of kankerwijf. Iets heel, dat ik echt schrok. Wow, 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 wow. En ik was een beetje van, weet je, ik kende toch van iemand praat tegen je, schrikt een beetje. En ik dacht gewoon doorlopen erin, gewoon hij is niet goed bij zelfs. Waarschijnlijk gewoon nooit date gevraagd of zo. Ik denk gewoon doorlopen. En op het moment dat ik iets over de helft ben van die dijk, kijk ik een keertje achterom. Zie ik dat hij omgedraaid is en keihard naar mij toe rent. Nou, ik zet me toch een sprint in. Over die dijk. Ik ren tering hard naar voordeur bij Henna. En dit was nog in de tijd dat ik geen voordeursleutel had. Dus ik ben aan het bellen. En omdat de woonkamer boven is, is er altijd zoiets van, oh, ga jij? Nee, ik ben de laatste keer geweest. Nee, ik heb geen zin. Dus die waren aan het discussiëren van wie gaat de deur open doen. En ik begin doodsangst aan het uitstaan. En ik zie hem voorbij rennen. En ik sta hier zo. Maar hij rent zeg maar in de verte voorbij. En ik zie hem terugkomen en hij rent voor mij. En ik zie hem terugkomen en hij doet zo naar mij. Nou. Oh mijn god, alsof het leven mijn lijf verliet en weer terug erin sprong. Dit was echt een van de engste dingen die ik tot toen toe had meegemaakt. Hij kan al vliegtuig, hè? Zeg eens vliegtuig! Ja, ja. Zeg eens vliegtuig! Je hoort hem aan. Vliegtuig! Les, je hoort een boek en niet jij gaan praten. Jij zei het! Een vliegtuig ging voorbij. En we horen het. En Brianna zegt, wat is dat? Zegt hij gewoon rustig? Vliegtuig. Deze jongens intellectueel intelligent, wou ik tegelijk zeggen. Oh, ik heb, ja, niet van mij, dat blijkt. Ook niet van zijn vader, echt wel. De rest is een slimmerd, hoor. Je hebt een goede keuze gemaakt dat je met mij bent getrouwd. Sowieso, hoog IQ. Voor de balans. Wat is het woord? Voor de balans ben ik met jou. Voor de balans. Voor de balans. Super intelligent, super... Mm-hmm. Intelligent. Je bent ook super bang voor me. Zie je dat? Sla met één oog open. Happen, happen. Ja, misschien moet je gewoon gaan zitten, schatje. Een stoel is voor je billen. Ja, goed zo. Oh, dat handje. Mag ik? Een beetje tijgerbalsem hier doen. Dat is je beter. Hoe voel je nu dan? Verkouden. Verkouden een beetje. Iedereen heeft het een beetje in huis. Nou ja, behalve je moeder zelf. Je hebt wel geluk. Ja, ik heb geluk. Ik heb een goede weerstand. Weet je wat het is, weerstand? Nee. Dat je ja, een beetje je afweer... wat zeg maar, een soort van beschermschildje tegen griep of verkoudheid. Of, die is bij mij wel sterk, mijn weerstand. Ja, zo zie je wel.
Zo te zien wel. Ik heb ook nog nooit corona gehad. Papa wel. 2 keer volgens mij. Nee, 1 keer. Oh, 1 keer? Oh, dat weet je weer beter. Oh, oké, ik weet het ook beter. Ontel maar. Ruikt zo lekker, hè? Tijgenbalsem, daar gaat je neus lekker van open. Je wilt niet dat ik een beetje smeer op je bovenlip? Heel licht? Heel licht. Niet dat het gaat branden. Niet dat het lijkt alsof je in de fik staat, dat niet. Gewoon even kleine lichte, toch? De welle gekke kleuren, lekker een soort van oorsmeer. Ruik je het? Is het lekker? Veel! Oh jee! Jeetje! Okay. Zag ik het ook even bij jou in je neus? Nee, dankjewel. Jawel! Nee, ik ben niet verstopt, dus ik hoef het nog niet. Ja, boeit het. Nee, ja, nee, wat je zegt. Ja, maar dan werkt het wel. Doe even ademen. Gaat je neus openen? Ja. Lekker. Alleen door dat. Ja, en om misschien die op je rug te doen. Ik weet het, mensen zullen zeggen, waarom doe je het gewoon vaporrub? Het ligt beneden, ik weet even niet waar het is. Niet doen prikken. Waar doe ik het? Oh, nu op je neus. Ja, nu zit het er al in. Dat gaat, het stopt straks. Met 5 minuten is het al minder. Ja. Ja, echt. Ik weet het zeker. Ik ga er gewoon doorheen. Goed, want je bent moe zat. Lekker slapen, vriend. Ja. Ken je dat met zo'n mug? Die zo in de zomer. Wat moet je? Ja, dan hoop ik zo'n idioot dat dit. Sla jezelf. Doe jij het ook? En dan is hij weg. Dat denk jij. Maar dan komt hij gewoon terug. Ja. Nee, hij is niet weg hoor. Nee, dat denk je maar. Nou, slaap lekker, vriend. Je gaat laat naar bed elke zijn een vakantie. Oh ja, wat een feest voor jou. Vandaar dat je ook een beetje gammelig bent. Wat een feest voor jou. Wat een feest voor jou. En voor jou. En voor jou. Zeker. Even zeggen, even. Beetje bedreigd. Vervelend, hè? Nee, Leslie, we gaan nu niet lang kijken. Doe het uit. Het is 1 uur. Morgen een grote dag. Wat nou ja? Je zet het aan, toch? Nee, het was al aan, maar het is het geluid. Nee, ja, wat is er nou? It's a big day tomorrow. Laat me met rust. Je dochter is moeilijk. Klopt. Jij denkt moeilijk, ja. Bij de hand, Rick. Met je voorkeurskant, hè? Geef elkaar een plek ervan. Dat je zo graag in die kant wil liggen met je koppie. Is dit de herhaling van iets? Ja, mijn Turkele Spakenburg. Nee, ik vroeg niet wat het was. Oh. Het gaat mij er meer om. Dat kan je op een ander moment doen. Spakenburg kreeg het gewoon in Utrecht even uit. Och, nou, mooi zeg. Het is echt iets waar ik voor wakker blijf. Not? Oh, jongens. Dit ben je niet. Dit ben je niet. Het is mistig vandaag. De zon schijnt, maar het zit achter een wolkje. En het wolkje hangt ook laag bij de grond. Je begint meteen de dag met schoonmaken? Ja, haal alles maar uit de kast. Helpen? Ja. Waarmee moet ik helpen dan? Deze heb je toch al? Nee, kijk deze en dan moet je die groter maken. Weet je nog hoe dat moet? Ja. Zo toch, met je vingertje en dan moet je trekken. Hier, doe jij maar trekken eraan. Trekken. Ja, trekken, harder. Beetje, ja, zo, goed zo. Trekken, naar achterlopen. Trekken. Ja, we doen het. Aha, klaar. Nou is hij mooi groot. Dan kan je goed. Kijk, vriend. Draai. Jongen, draai het. Ja, zo, kijk. Dit is hem. Succes. Uitbreiden. Je weet echt wat je wil, jij. Heb dit opzetstuk. Nu, zo goed? Ik heb het idee dat ik aardig al goed heb geholpen, persoonlijk. Nu kan je, alsjeblieft. Succes. Alsjeblieft. Helpen, nog meer?
eigenlijk wil je gewoon samen stofzuigen. Hey, mama vindt dat niet zo'n leuk dingetje. Ja. Zit het in de knoop? Ja, hè? Je voelt het. Oh, wat een struggles deze ochtend. Kijk, goed zo, je trekt het er gewoon uit. Soms moet je gewoon trekken, ja. En als, als je het niet meer trekt, dan moet je duwen, hebben begrepen. Ja, ik help toch, ik help. Hier, ga maar. Succes. Lekker schoonmaken? Ja, nou mooi. Ja, goed zo. Lulu, ben je ook een beetje in de war van dit alles? Ja. Hé, Lou. Ken je helemaal niet, hè? Mensen gedaan, dus die zo enthousiast worden van stofzuigen. Nee. Ik ook niet. Helpen again, alright. Zo. Gaat dit werken? Jawel, toch? Beetje duwen. Beetje porren. Dit is het enige wat niet paste in de bus van Patricus. Dus ik was genoodzaakt hierin te ondersteunen. En het past gewoon bij mij, dus no biggie there. Ik wil dat hij wel een beetje lekker ligt. Want als je rijdt, dat hij niet altijd tonk, tonk, tonk. Dus je hebt deze dingen, er zit klittenband onder. Dat is super handig. Die fungeren als een beetje van die building blocks. En dit gaat nu in één keer smooth, smooth, smooth operator. Lekker. Here we go, go. We doen de R van Rijmen achteruit. En dan, na een uur rijden, is het tijd om eens eventjes... Ja, ik zie de bus al. Ik zie de bus van Patricus al hier. Zal ik hem eens even bellen en zeggen... Yo, 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 de yo-yo. Ik heb hier voor jou een plantenbak in mijn achterbak. Wil jij die hebben? Kom maar halen dan. Dit is zijn nummer. Hey, hallo, met de secretaris. Ik kwam er niet uit. Secretaris van Patrick. Ik zou niet als telefoniste aan de slag gaan, mocht het techniek... Wacht even. Waarom staat het zo zacht? Ja, waarom? Nog een keer. Nee, hoi, hallo. Heel goed ik opgenomen. Ik hoor je wel, ja. Ja, fijn. Alright, ik sta bij de bus en ik heb die laatste delen van de plantenbak hier bij me. Dus misschien is het even handig als jullie, of jij of iemand even komt helpen. Ja, wij hebben ook nog niet uitgelaten. We zijn uitgeladen, we zijn nu nog beneden. Oh! Dus, jullie denken, ja. Oh, oké, okay, nee. Dan parkeer ik, gewoon in de buurt en dan kunnen jullie erbij indienen. Ja, dan doen we gewoon zo meteen erheen lopen en dan halen we het echt uit. Is goed. Ja, ik kom er ook aan. Tot zo. Oké, okay, zo gaan we tegenwoordig te werk. Weet je? De artiest. Nou ja, er staat artiesteningang. Dus ik ben een artiest. Don't downgrade yourself, girl. En de techniek doen tranquilo. Ik doe helemaal niet tranquilo. Het is 2:15. Ik speel om 8:00, geloof me. Ik neem dit heel serieus. Dit is een Zoals als ik niet toegeef aan die spanning, dan is het er niet. Het is er wel. En ik voel het. Tot in iedere hezel. We spelen nu één keer door. Eén keer doorloop je op hoe we dat doen met de gaas? Ja. From the gecko? Oké. Ja. Het openingetje is nog een dingetje. We got this. Jongens, ik voel weer dat ik leef. Want echt, tot in mijn diepste vlezige vezels voel ik de spanning. Och. Kleine pregnancy dementie ook wel. Oh, het is zoveel wat je vertelt. Maar het is mijn verhaal. Dus het komt uit mij. Ik wil het gewoon in de goede volgorde wel vertellen. Want we hebben wat veranderd sinds de try-out. Dat is logisch. Kind is eruit. Je zit er anders bij. Kind is geboren. Daar vind je ook wat van. Snap je? Dus je bent weer rijker met ervaringen die je zou kunnen verwerken in de show. Wat ik dus ook gedaan heb. Dus aanpassingen. Dus spanning. Want je gaat het voor het eerst spelen. En onthoud je het allemaal. Ja, je gaat dat doen.
Je gaat alles tot in de laatste letter goed brengen aan de mensen. Dus geloof in jezelf. En geniet. Geniet, geniet, geniet. Resi stuurde me een voice note. Heel schattig. Die eeuwige neus die maar dicht zit. Eén neusgat hoor, dus heeft een opening, maar die andere die is gewoon defect. Even kijken. Succes, schatje. Heel veel succes. En vooral plezier, want daar gaat het om, hè. Met dit wat je aan het doen bent, in de jaren staat, dat is altijd wat je wilde. Dus geniet ervan. Geniet van het moment. Want, ik zit in de auto en dan de deur open. Maar je kind echt. Ja. Het is wel even, het is pittig hoor, drie kinderen. Heel leuk, ik vind het superleuk. Maar ik ben nu pas in huis, alle kinderen. Succes, schat. Love you, bye bye. Dank je wel. Nee, die van mij die hoeven we niet te doen. Ook die versnelfunctie, als je zeg maar niet uitzet, dan krijg je zo'n message die super snel gespeeld wordt. En dan denk je, wat? Sorry, rustig. Oh, het is een keer anderhalf. Nee, maar wat hij dus zei. Geluk? Nee, plezier maken. Zie je, ik kan dat niet eens onthouden. Oh my god! Ook een nieuwe outfit die onder die kimono zit. Want ja, ik ben niet meer preggo, dus je mag echt wel een beetje flante body. En ik heb het nog niet aangedaan nadat er een nieuwe rit in is gezet. En dat maakt het allemaal extra spannend. God damn it, jongens. Echt. Oh. Alsof je een boekbespreking moet doen. Voor een hele zaal met andere scholieren. Zo. Dan weet je hoe ik me voel. Zo'n presentatie op je werk. Dat je denkt, ik wil het niet doen. Ik ga dood van tevoren. Dat gevoel. Nee, je sterft niet in de coulissen. Je komt daar juist tot leven. Zo moet je het zien. Zo moet je het benaderen in. Koffie. Is dat een slim idee? We doen het wel. Haha. Oh, fuck. Dat pak is te lang. Wie doet ook zijn kleding niet aan? Wie doet alleen maar een nieuwe rit laten zetten, maar niet naar de lengte kijken? Het is Nienke. Fucking plas. Oh, ik zwier meer dan ik wil. Dit is heel... Ja. Ik sta er ook af en toe al op. Oh. Denk je mogelijkheden? Ik wens dat mijn benen langer zijn. Dit loopt in de papieren. Ja, gewoon, want we moeten een extra tape hebben. Ja, je ziet het. Oh, nou. Bijna op die papieren. Kom naar de voorstelling, kunnen wij een nieuwe tape kopen. Wat heb ik hieronder zitten? Ach, reserveknopen. Dat zit nog onder dat apparaat hier. Aan die Iedereen die dit hoort, die weet, als jij dit in de zaal hoort. Tjik, dan weet je. Ja, dat waren niet de reserveknopen. Ja. Oké, Patricus, heb je er weer zin in? Ik heb er wel zin in. Ja, jij wel. De salmonella uit. Lekker. Heb jij er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Heb je water in mijn apparaten gedaan? Ja, Demi heeft dat gedaan. Oh, fijn. Wat is dit ook? Dit is de fles van Demi. Is dit de fles van Demi? Is dat die air-up? Die vervloekte air-up? Nee, dat is iets anders. Staat er aan. Nee, dat is iets anders. Nou ja, het is net zo goor. Net zo goor. Ja, die ook hoor. Maar goed, die komt uit de vaatwasser. Ik heb een hele mooie fles, maar ik ben die vergeten thuis volgens mij. Oh, zo. Ik kreeg even een fucking shock heen. Dat kastje eruit viel. Nee. Nou, als dat gebeurt, dan kom ik naar je toe, hè? Dat weet je maar. Ja, dan moet ik wel heel gekke koprollen maken. Oh, podium, dat doe ik dit keer niet. Och, jeetje. Zo, je gaat diep. Nou. Zit het? Ja, oké. Ik ga even naar de wc en dan kom ik die fles. Ja, oké. Is het lek of is het gewoon laks van iemand die kraan niet goed heeft aangedraaid? Oh, wat kut. Stoppen. Thank the Lord. Ik had het anders op gevonden hoor, gewoon die doorskop op de grond gelegd. Another day, another overnachting, another hotel room to review. Ik neem jullie mee naar een kleine, compacte, doch gezellig kamertje. We slapen
in het Ibis. En Ibis is een grote keten. En het is praktisch en comfortabel. We kunnen niet echt spreken van een uitgebreide luxe uitvoering. Tenminste deze kamer, misschien hebben ze dat wel. Maar Nadi, dankjewel, heeft deze voor mij geboekt. Ik vind het een bijzondere keuze. Lederen flappen, waarom? Oh, er is nog een bed. Aha, of course. Oh ja, we willen altijd de check onder het bed. Dat doen we altijd, omdat we vinden het belangrijk. Om te weten dat 1. Het schoon is en 2. Er niemand onder het licht te wachten totdat ik slaap en dan er onder vandaan kom. Ha, ja, soms denk je dat. Ja. Dit stijltje. We geven het geen cijfer. Het is er gewoon. Deze half open kast doet me ook een beetje denken aan de ingang van het Smalland bij de IKEA. Hey, ze zitten in de interior, dus zo slecht is dat compliment nog niet. En de kleursamenstelling. Het is geen taupe, het is geen aarde, het is een beetje hondenbraaksel. Misschien omdat het zeg maar met heel veel andere kleuren is het, en ook daar weer. Dus het is, ja, het komt niet echt samen. Dit, handige dingen, wel echt een doorn in mijn oog. Praktisch. But not per se pretty. We verzijden erop te slapen en lekker een goede dagrust te hebben. Daar gaat het om. Ik zie wel heel veel lichtjes waarvan ik denk, waar zit dan de knop? Dat had ik dus net ook al bij deze. En ik kon het niet vinden. Ik heb overal gezocht. Hier. Ik heb het snoer al gevolgd. En ik kwam tot de conclusie dat dit hem dan maar wordt. I don't know where it is. Daar zitten knopjes. Ja. Hoe ging de voorstelling? Ik neem jullie mee. Na de eerste avond op het podium in Os. Na een rumoerige maand waar de eerste show verzet is. Na vanavond waar de aanloop heel anders is gegaan dan hoe ik normaal doe. Maar ik ben warm ontvangen in een warm badje. Ik ging alle kanten op. Het leek wel een stuiterbal in een flipperkast. Dubbel de effect. Techniek en ik, we waren niet helemaal op elkaar afgezinkt soms. Ik wacht op een lichtje, zij wacht op een cue. En dan staan we met z'n allen te wachten alsof we bij een bushalte staan. Het mag ook in theater. Dat is toch wel een beetje de charme dat het iets anders gaat dan moet. Ik ben natuurlijk perfectionist of natuurlijk. Ik ben dat. En dan denk je wel eens, accepteren, Nienke. Het gaat zoals het gaat. En na een paar shows zit je er weer lekker in. Maar ik zag af en toe technicus Demi zag ik af en toe als ik een stukje oppak waarvan ik dacht, ik weet niet of het hier per se komt, maar het komt er ergens voor in de show. Ik ga hem nu gewoon doen, want ik denk dat dit is de enige tekst die ik nu even helder voor ogen heb. En dan zag ik haar zo bladeren door het script en dan ging ik ergens anders toe en dan zag je er echt zo. En dan ben ik terugbladeren in het script. Dat ik echt, sorry, we doen het samen. En ik maak het ook niet beter erom door een heel andere kant de hele tijd op te gaan. Maar ik voel me goed. Ik voel me kapot. Ik ben moe. Het is laat. Ik ga slapen. Ik ga wel nog even kijken naar Perfect Match Jongens op Netflix. Wat een leuk programma. Het is reality. Het is niet super plat. Maar ook weer niet mega veel diepgang. Maar het heeft de juiste amount of juice en jingle. En ik ga helemaal goed erop. En het zijn allemaal oudere cast members die aan programma's hebben meegedaan. Dus Love is Blind. En wat nog meer. Too Hard to Handle. En die mensen, niet allemaal, maar daar bekende koppen uit samengebracht. Alsof My Little Ponies en de Barbies van Mattel zijn gefuseerd. Het is helemaal mijn straatje. Dus ik ga heet douchen. Weer opnieuw die douchekop aanspreken van even rustig. En daar ga ik in het bedje liggen.
Ik vind het dekentje dun. Ik heb een pyjama bij me. En anders leg ik gewoon mijn dikke jas over me heen. Of is dit een deken of is dit een... Soms doen ze er ook een deken in. Maar dit voelt als een kussen. Dit is een kussen, ja. Nee, jammer. Ik moet het doen met mezelf. Die sjaal, heet douchen. En misschien die airco op standje zon zetten. Why not? Lekker. Weer wakker met van die uitgedroogde oogbollen. En zo'n schierpapierkeel. Dat gaan we dus niet doen.